pakketjes voelen echt als Sinterklaas gewoon. Het is echt mijn eerste 21 dinner. Goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe weekvlog. En ik heb mijn jas al aan, want ik ga zo naar school toe. Ik moet over 2 minuten weg. Dus ik moet best wel opschieten. Maar ja, ik neem jullie deze week gewoon weer mee. Vandaag moet ik dus naar school. S'avonds heb ik Italiaanse les waar ik weer heen ga voor de tweede keer. En ja, het wordt een hele drukke week. Ik heb nu mijn jas alvast aan, maar ik heb een grijze trui aan van de H&M mannen volgens mij. Een broek die ik zelf gemaakt heb met zo'n streep en fans. En mijn Daniel Wellington horloge. Dus nu moet ik echt gaan. Druk op school, dus ik heb niet echt kunnen filmen, een beetje. Maar ik ga nu lekker naar huis toe, want ik moet nog Italiaanse huiswerk maken. Dus vanavond heb ik weer de Italiaanse les. Ik ga avondeten maken en ik heb dit gekocht bij de Plus. En dat is super chill, want ik hoef gewoon alleen dit eventjes op te warmen in de oven. En aardappeltjes. En ik heb ook nog wat kip wat ik eventjes ga grillen. En dan is mijn eten klaar. En het is wel een beetje veel, dus ik denk dat ik er morgen ook nog van kan eten. Het lijkt me echt super lekker. Ik ben net klaar met Italiaans les en ik loop nu voor Amsterdam 's avonds. En dat vind ik echt super leuk om gewoon door het centrum te lopen. Het is gewoon... Amsterdam is zo'n mooie stad. En ja, ik vind het echt gezellig om lekker door de stad te lopen met een muziekje in. Daar ben ik echt helemaal vrolijk van. Ik ben wel best wel moe. Het was echt een lange dag. Ik heb echt nog de hele dag niet stilgezeten. Dus ik ga straks lekker mijn bed in. Het is vandaag woensdag en ik ga zo naar school toe. Ik ben heel erg vroeg opgestaan, want ik heb mijn haar gewassen. En ik heb broodjes in de oven gedaan, want ik moet best wel lang op school zitten vandaag. Dus ik dacht, ik neem genoeg eten mee. We gaan met ons projectgroepje ook even naar Hilversum, omdat we daar iets moeten onderzoeken. Ik heb vandaag... mijn best gedaan op mijn outfit. Vandaag dacht ik niet, ik doe alleen een trui en een spijkerbroek aan. Ik heb dit rokje aan die ik laatst in een pashokjes shoplog had laten zien die ik heb gekocht. Die is dus van de Bershka. Dan heb ik een truitje aan, ook van de Bershka, maar dan van vorig jaar. Kettingjes. Deze is van Brandy Melville, maar die heb ik in Italië gekocht, dus misschien kan je die niet meer vinden. Een panty en laarsjes van Replay. Dan ga ik nog even mijn tanden poetsen en dan ga ik lekker naar school toe. En dan zijn we met ons groepje in het Mediapark. Ja, jullie moeten Charlotte volgen. Ja, heel onderin. Hoi allemaal, ik heb even de vlog van Noël overgenomen. We zijn in het beeld... Oh, Noël op de wc, we gaan plassen. We zijn nu in het Beeld en Geluid Museum, als dat klopt, Britt. Ja, dat klopt. Back me up, girl. En Noël zit op de wc, dus ik moet even op haar wachten. Maar Britt vond deze wc heel erg cool. Ja. Dus dat ga ik even aan jullie laten zien. Want de, ze hebben lampjes die verkleuren bij de wastafel. Nou, als dat niet ultiem als je erop slaat, gaat die uit. Oh. Hou je van dingen, hou je van op dingen slaan, Britt? Ja. Moet je naar boven denken? De experience is die kant op. We hebben de experience beleven. Jongens, sterrenshow, daar moet nog wel heen. Akata zit alleen maar zo. Sterrenshow! Ja. We willen helemaal naar de sterrenshow. Anders ga ik wel hoor. Oh, oh ja, en we hebben een ring gekregen. Dressafoon. Om het om hier de hele dag door het beeld mee te activeren. Nou, ik ga weer de camera aan Noël geven. Ik vond het hartstikke leuk dat ik jullie voor een deel heb rondgeleid. Ik ben weer thuis en ik ben eventjes aan het schoonmaken. Ik moet eventjes afwassen. Ik ga niet naar mijn laatste les toe, omdat ik gewoon echt nog heel veel te doen heb. En mijn tijd eventjes
beter kan gebruiken dan naar de les gaan. Achter met video's editen en mijn kamer is een zooi. En ik eet weer hetzelfde als gisteren. En ik ga Holland's Next Topmodel terugkijken. Yes. Wat is jouw favoriete tv-programma op het moment? Expeditie Robinson of Holland's Next Topmodel? Als ik doorgaan, dan moet ik stoppen. Laat het even weten in de reacties. Misschien wel iets anders. Ik kijk ook altijd heel Holland bakt. Ik vind dat echt heel erg leuk. En Anisha is jarig. Dat is Anisha. En die heeft taart meegenomen. Dat is toch heel lief. En ik heb een sugar rush en het stijgt naar mijn hoofd. Kijk of ik dat PDF wil. By the way, Char's here again. Char's. Ik ben al een tijdje thuis. Het was echt een hele lange dag op school. Ik heb net al eventjes avond gegeten. En ik moet zo nog eventjes een video editen. Maar ik dacht, ik ga nog even wat vertellen over mijn beugel. Want in een van de eerste weekvlogs vertelde ik dat ik dus een beugel kreeg of heb. En die heb ik nu al iets van een half jaar. En het gaat best wel goed, want dit staat al best wel recht. Als jullie het onsmakelijk vinden om in mijn mond te kijken, moet je even doorspoelen. Maar ik ben nu dus bij beugel 17. Ik krijg dus allemaal beugels mee naar huis. Die hebben ze dus al gemaakt. Ik kan zo even dat filmpje wel laten zien. Want ze maken dus een filmpje van je tanden hoe ze gaan staan. Die heb ik op mijn laptop staan. Dus allemaal dozen mee met beugels erin. En dit is dus één doos. Kijk. Er zitten allemaal van die zakjes in met beugels. En ik heb dus 4 dozen van dit. 4. En daar zitten dan dus 38 beugels in. 38. Niet normaal. Maar ik ben dus nu bij beugel 17. Bijna bij 18. Elke 2 weken doe je dus een nieuwe in. En die hou je dus altijd in. Dus ik vind het wel lastig dat je dus dat ding heel het uit moet doen als je wil gaan eten. Ik ben dus de hele dag op school met dit. Dat is een bakje waar ik dan die beugel in kan doen als ik aan het eten ben. En dan moet ik dat ding zo onsmakelijk uitdoen. En dan kan ik eigenlijk gaan eten. In het begin kijkt iedereen je raar aan. Maar ja, daar ben je dus best wel snel aan. Maar het heeft dus wel echt vet snel al best wel goed resultaat. Want dit stond echt heel scheef. En staat al bijna weer goed. Ik heb ook elastieken. En als het goed is, mogen we die bijna uit. Dat vind ik eigenlijk het lelijkste. Want de rest zie je niet. Want die elastiekjes zitten aan die beugel. En er zit ook een haakje aan mijn kies vast. En ja, voor zover eigenlijk eventjes mijn beugel-update. Want ik dacht, misschien zijn jullie daar wel benieuwd naar. Ik zit bij een orthodontist in Amsterdam. En dit zijn beugels van Invisalign. En ja, nu ga ik eventjes thee drinken en pepernoten eten. Goedemiddag, het is vandaag donderdag en ik ben al naar school geweest. En ik ga zo eventjes naar mijn mediabureau, social influencers. Ik had vanochtend echt een beetje haast, dus toen kon ik de camera er niet bij pakken. Maar we hadden gewoon weer 2 lessen op school en we hebben weer met ons projectgroepje afgesproken. En gewerkt aan het project. En dus ik ga nu eventjes naar het mediabureau. Ik ben hier eventjes 10 minuten aan het chillen om even tot rust te komen. En dan straks moet ik nog eventjes een cadeautje halen. En ik denk dat ik naar Pluk ga. Dat zit in de 9 straatjes. Ik denk dat ik daar een cadeautje ga halen. En dan daarna zie ik Jeffrey op Centraal. En gaan we vanavond lekker samen eten. Dus ja.
appje gekregen van deze meneer. Die is lekker aan het bier. En we hebben nog een salade gemaakt. En we hebben ook nog broodjes. Lekker. Het is echt een feestmaal. Ik kom er weer een beetje op vrolijken. Ja, geef hem eens even lachen. Na zo'n lange dag. Eet smakelijk. Eet smakelijk. En we zijn Street Lab aan het terugkijken. Waarom heeft hij kinderspeelgoed in zijn auto liggen? Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en het is eigenlijk al middag. Jeffrey is alweer naar huis toe en ik heb nog één hoorcollege op school. En dan heb ik weekend. Dan ga ik dus gelijk vanuit school naar huis toe. In de avond ga ik nog uit eten met de familie van Jeffrey. Ik ben wel echt super moe van deze week. Dus ja, ik zie er een beetje gaar uit. Ik heb mijn spullen ingepakt. Ik zit in de koffer en dan ga ik nu naar school toe. Het is vandaag zaterdag en ik heb dus de camera niet zoveel aangeraakt meer gisteren. Ik zei dat ik naar school ging. Toen zat ik in de metro en was er een storing in de metro. Dus het was weer onmogelijk om nog op tijd op school te komen. Dus toen heb ik gewoon maar de trein gepakt naar mijn ouders thuis. En ja, ik zat er echt een beetje doorheen. Maar ja, dat soort dingen, dat gebeurt soms gewoon. En ja, de timing is echt nooit goed. Ik ben toen nog dus wel uit eten geweest. Dat was heel erg lekker. Dat heb ik ook nog wel gefilmd. En nu is het zaterdag. Ik ben net eventjes naar de ortho geweest in Amsterdam. Jeffrey heeft me daar eventjes gebracht. Super lief. Het gaat goed met mijn beugel. Het was gewoon controle. Dus dat was verder niet zo heel erg boeiend. En nu ben ik thuis. En staat er een pakketje voor me te wachten. Van Colorful Rebel. Ik heb 3 dingetjes mogen uitzoeken van Colorful Rebel. En dat vind ik echt super. Super, 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 super leuk. Dus ik ga het nu uitpakken. En ik ben echt super excited. Ik heb nou toevallig trouwens ook een trui aan van Colorful Rebel. Die heb ik een keertje zelf gekocht. En ik heb... Echt, pakketjes voelen echt als Sinterklaas gewoon. Oh, het zit ook echt vet leuk ingepakt. Kijk. Zo. Allereerst een trui. En hier zit dan een broek. Vet leuk. Ik ben echt heel benieuwd. Eerst deze trui. En het is een zwarte trui en hij is een beetje oversized. En dan vind ik het wel leuk om die mouw een beetje zo op te rollen. En ja, super chill zo'n trui. Als je gewoon een spijkerbroek aandoet met dit erop, zie je er echt gelijk leuk uit. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. En ik heb ook nog een broek. Ik hoop dat jullie het zo een beetje zien. Het is een rode joggingbroek die ik ook gewoon overdag zou gaan dragen. Met hier zo'n streep erlangs en... Er zitten ook zakjes in met ritsen. Super handig. En dan dat. En een detail hier nog met Wild Thing. Dat vind ik echt vet leuk. De trui en de broek die zijn allebei maat S. Dankjewel Colorful Rebel voor deze super leuke items. Die ga ik zeker heel veel dragen. En ik heb een blouseje verkocht. Ik heb allemaal kleding staan op United Wardrobe. Ik heb het even gestreken en... Dan ga ik hem opsturen naar de nieuwe eigenaar. Ik hoop dat ze er veel plezier van heeft. Ik heb me eventjes omgekleed, want het is nu iets voor 6. En ik ga straks naar een feestje toe. Een 21 dinner. Dat is echt mijn eerste 21 dinner. Van een heel lief vriendinnetje, Wies. En ik heb dus een mooi jurkje aan pantoffels. Maar ik doe straks nog even hakken aan. En ja, het is wel buiten, dus ik hoop niet dat het heel koud is. Ik heb wel een vest mee en een jasje en misschien heb ik ook wel gewoon nog een sjaal mee. Dus ik ben super benieuwd. Wat een luxe ook. Gisteren alweer uit eten en nu ook weer een soort van diner.
En dat is Wiesje. Ziet er prachtig uit. Ziet er echt vet lekker uit. En Iris heeft honger. Ja. Heeft honger. Alright, here we go. Wiesje, Wiesje. En ik ben terug van de 21 dinner en het was echt super leuk. En ik heb echt heerlijk gegeten. Het waren echt iets van, volgens mij 6 gangen. Echt top geregeld. En ja, het was gewoon echt zo leuk om een keertje dit mee te maken. Dus ik vond het heel erg leuk. Bedankt Wies als je dit kijkt. En ik ga hierbij ook de vlog afsluiten, want ik ga morgen denk ik de video editen. Dus vond dit een leuke video, doe dan duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. Dat kan hieronder. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei doeg!